Volgend jaar komt de Opel Ampera op de markt. Maar wij gaan nu al met een prototype de weg op. De Ampera heeft net als zijn tweelingbroertje de Chevrolet Volt een elektromotor en een benzinemotor aan boord. De laatste drijft de generator aan. Deze generator zorgt voor elektriciteit als de accu's leeg zijn. Om te ervaren hoe dat voelt, gaan we met een minimaal geladen batterijpakket op pad. Bij andere elektrische auto's zijn lege batterijen een reden om een verlengsnoer in te pluggen en koffie te gaan drinken. Maar met de Ampera rijden we gewoon door. Na enkele kilometers horen we de generator aanspringen. Een mededeling op het dashboard bevestigt dit. Wat er zich onderhuids allemaal afspeelt, maakt weinig uit. Het belangrijkste is dat we nog steeds rijden. En volgens informatie op het dashboard kunnen we er dik 400 kilometer tegenaan. De auto houdt niet in, hij schokt niet en hij geeft ook geen onverwachte krachten door aan het stuur. De reacties op het stroompedaal zijn nog steeds prima. Keer op keer komt de Ampera razend rap uit de startblokken. En ook op hogere snelheid wil de auto nog best vooruit. De kruissnelheden tussen de 130 en 140 km per uur zijn geen probleem. En ook de begrensde top van net iets meer dan 160 km per uur wordt moeiteloos bereikt. Wanneer de snelheid stijgt en dus ook de elektriciteitsbehoefte toeneemt, zwelt ook het geluid van de verbrandingsmotor aan. Maar niet zoals ze gewend zijn evenredig aan de snelheidstoename. Dit komt doordat er geen mechanische verbinding is tussen de benzinemotor en de wielen. De aanlijflijn is er een van de toekomst. Maar het onderstel is minder exotisch. Het is gewoon gebaseerd op dat van de nieuwe Opel Astra en Chevrolet Cruze. Wat de technici van General Motors het komende jaar rest, is de puntjes op de i zetten. In grote lijnen staat dit concept al als een huis.